Welkom bij dit maandelijks gesprek met burgemeester Henri Lenferink. 1 november vandaag, eerste maandag van november. En we staan aan de vooravond van mogelijk nieuwe coronamaatregelen. Daar gaan we het natuurlijk over hebben. Sinterklaas komt deze maand ook aan. Leiden heeft de naam van een Holocaustmonument in Amsterdam geadopteerd. Wat betekent dat voor de viering, voor de herdenking moet ik zeggen, van de Holocaust? Wat betekent het concreet als wij Leidse namen adopteren? Burgemeester Henri Lenferink, welkom. Ja, vorige maand sprak u aan deze tafel de hoop uit dat de coronapas uitgefaseerd zou kunnen worden, in november misschien al. Nu staan we aan de voorhand van mogelijk wel nieuwe maatregelen, mondkapjes. Ja, we weten het nog niet, dinsdagavond, morgen worden die dan aangekondigd. Komt dat voor u onverwacht, dat we nu weer op deze manier naar de crisis kijken? Ja, de ontwikkeling van het aantal mensen dat geïnfecteerd is toch wel harder gegaan dan ik verwacht had. En ik had eigenlijk gehoopt dat we nog wel een eindspurt hadden gehad als het ging om het aantal mensen dat gevaccineerd zou worden. Dat is in Leiden overigens best aardig, want we zitten met zo'n 85% mensen dat gevaccineerd is. En dat is ook landelijk best hoog. 86% heeft zelfs een eerste prik gehad. Er zit altijd een klein verschilletje nog tussen hoger natuurlijk. De komende tijd. Dus ja. Het wordt nog wel ietsje hoger. Dus dat is wel fijn, maar ik had eigenlijk verwacht dat we landelijk nog wel een eindspurt hadden gezien. Ja, die is uitgebleven. Dat is niet zo. Het is een beetje blijven hangen in dat kader. En dan zie je dat de seizoenseffecten, de griep, die zien we ook altijd in het najaar en in de winter. Dat zie je bij corona ook. Die komt nu weer over ons heen. En we zien op de intensive cares en de ziekenhuizen, dat het voor het overgrote deel mensen zijn die niet gevaccineerd zijn. Dus als je gevaccineerd bent, is dat geen garantie overigens dat je niet ziek wordt. Het gaat om ongeveer 8 op de 10 mensen op de intensive care dan die niet gevaccineerd zijn. Exact. 2 op de 10 wel. Exact, dus dat over het algemeen als je gevaccineerd bent, heb je minder kans om geïnfecteerd te worden. Ja. Als je geïnfecteerd raakt, dat je dan minder ziek wordt dan anders het geval. Ja. Dus het helpt absoluut. Ja, toch blijkbaar helpt. Hè, dit is vaak gezegd en dit weten veel mensen ook. Toch heeft het er niet voor gezorgd dat we nu de winter in kunnen gaan zonder die extra maatregelen. In ieder geval, daar ziet het naar uit. We moeten de persconferentie nog afwachten. U gaat daar vanavond ook met de burgemeesters weer over in gesprek. Dat zou eigenlijk in eerste instantie een soort afrondende beraad worden met de 25 burgemeesters van de veiligheidsregio's in Nederland. Om na een jaar van veel bijeenkomsten nu weer terug te schalen. Dat gaat denk ik niet gebeuren. Ik denk dat we nog wel eventjes wat activiteit moeten ontplooien, ja. Hoe het precies gaat, daar moeten we natuurlijk met elkaar ook nog over praten. Een belangrijk punt is natuurlijk dat afdelingen intensive care zwaar belast zijn en dat allerlei normale zorg afgeschaald wordt. Er is ook een stevige oproep gedaan namens de grote academische ziekenhuizen. Kom nou met extra maatregelen. Hoe luistert u daarnaar? Nou ja, dat horen we natuurlijk goed. Er zijn een paar dingen die daarbij spelen. Nederland heeft relatief weinig intensive care bedden. Dat is ook een thema wat we landelijk moeten adresseren. Want dat is eigenlijk wel heel goedkoop. En daar hebben we lang van kunnen profiteren. Maar we hebben er last van als je plotseling erg moet opschalen zoals nu. Dan kan dat alleen maar als het ten koste gaat van heel veel andere zorg. En dat willen we eigenlijk niet. Want je ziet dat dat ook in de samenleving tot behoorlijke irritatie gaat leiden. Dat mensen zeggen, waarom moet ik? Ik heb last van mijn knie, waarom moet ik nou last hebben van het feit dat sommige mensen zich niet laten vaccineren? Ja. Hoe dus gaat u daarmee om, met dat soort vragen in de samenleving op dit moment? Want dat zijn hele wezenlijke vragen, ja. Waar u uiteindelijk namens de veiligheidsregio, maar ook als burgemeester in de stad Leiden, toch direct mee te maken heeft. Ja, ik merk het, moet ik eerlijk zeggen, in Leiden nog niet zo heel erg. Ik voel ook niet heel veel spanning op dat punt. In de samenleving breed merk je het wel. En je hoort het ook wel dat mensen het geduld beginnen te verliezen met mensen die niet gevaccineerd zijn. Een aantal daarvan die heeft heel veel lawaai gemaakt de afgelopen maanden, afgelopen jaar. Maar dat neemt niet weg dat ze er zijn. En daarnaast zijn er ook mensen die omwille van hun geloof er niet voor kiezen. Of gewoon omdat ze stoer zijn en zeggen, joh, mij overkomt het niet, dus ik doe het niet. Het is nu eenmaal zo dat er een behoorlijke groep is die daar zo mee omgaat. Ziet u voor zichzelf een rol weggelegd om hun verhaal te vertellen ook, als burgemeester van iedereen in de stad? Ja, volgens mij moet je accepteren dat je niet iedereen onder hetzelfde regime krijgt hier. En dat betekent dat je ook met elkaar moet nadenken, wat betekent dat voor ons? Nou, één daarvan is, je moet zorgen dat je meer intensive care bedden krijgt in Nederland. Belangrijk doel naar de toekomst toe. Wij moeten niet zo afhankelijk zijn als we de afgelopen jaar geweest zijn, anderhalf jaar geweest zijn, van het afschalen van andere zorg. En soms moesten we zelfs mensen uitplaatsen naar Duitsland, die een veel ruimer aantal intensive care bedden heeft. Ja, kost geld, dat is waar, maar dat biedt ook iets met elkaar. Ik denk dat we daar vanuit moeten gaan, dat is belangrijk. Is dat iets wat voor volgende winter bijvoorbeeld, kan dat op zo'n korte termijn, of heeft u het hier over beleidsstrategieën voor je langere termijn? Over het algemeen zijn mensen niet zo snel opgeleid en we hebben sowieso al tekort mensen in de zorg. Dus als je mensen die al behoorlijk goed zijn opleidt tot medewerker in de intensive care, ja, dan valt ergens anders vaak weer een gat. Dus je moet er wel van uitgaan, als je dat wil gaan doen, dat kost echt wel een flinke tijd om dat helemaal voor elkaar te krijgen. Maar je moet wel een keertje die keuze maken om dat te doen. In de tussentijd is het vooral goed luisteren naar elkaar, proberen te overtuigen. En ik zet zelf het liefst nu in om de groep die nog niet gevaccineerd is, om daar zoveel mogelijk aandacht aan te besteden, zodat we weliswaar stapje voor stapje steeds meer terrein winnen. Want dat biedt, denk ik, de meeste soelaas op dit moment. Er wordt landelijk gediscussieerd over de vraag van, moet je mensen verplichten als ze naar hun werk gaan een QR-code te laten zien. Die oproep deed uw collega Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsbraak, gisteren ook in Buitenhof. Werkgevers mogen, als het aan hem ligt, ook de coronapas vragen om toegang te krijgen tot de werkvloer. Ja, het gebeurt nu op heel veel plekken. Ik persoonlijk kan me daar goed in vinden, in die lijn. Je merkt wel dat de druk dan wat toeneemt ten opzichte van hetgene wat er nu is. Maar ja, je moet je realiseren dat niks doen heeft ook zo zijn nadelen. Ja, dus eigenlijk zegt u, het is het nadeel van bredere coronapas inzet is kleiner dan het andere nadeel, namelijk een overbelasting van de zorg. Ja, eigenlijk vind ik dat wel, ja. Plus het feit, ja, die overbelasting van de zorg is niet alleen heel erg voor de mensen die daar werken, maar het is vooral heel erg voor de mensen die de reguliere zorg voorlopig even niet krijgen. Ja. En die mensen hebben dat ook nodig. Die hebben ook recht op hun zorg. Ja. Het zou het mooiste zijn als je niet hoefde te kiezen, maar je moet een keer kiezen. En de optie die ook besproken is, de coronapas alleen nog verstrekken aan mensen die gevaccineerd zijn of hersteld, waarbij het testen buiten de coronapas valt straks. Staat u daar achter? Nou, daar geloof ik eerlijk gezegd minder in. En waar ligt dat aan? Ik denk dat het op zich een goede optie is dat als je getest bent en je blijkt niet besmet te zijn, dat je dan gewoon mee kunt doen. Dat lijkt mij geen bezwaar tegen. En niet om dus de groep mensen, die 15% waar we nog op wachten om het zo te zeggen, die niet gevaccineerd is, om die de drempel over te duwen. Dat is dan niet de manier om dat te doen, denk ik. Dat denk ik niet, maar we moeten ons wel realiseren dat wanneer je voor elke activiteit getest moet worden, dat is heel belastend. Die druk is groot genoeg, die hoef je niet helemaal te blokkeren. Vanavond dus het Veiligheidsberaad, dat wordt weer opnieuw leven ingeblazen. Ziet u er zelf, kijkt u er nog naar uit, naar de nieuwe winter die we op deze manier, waar u opnieuw moet gaan uitleggen dat we weer minder mogen waarschijnlijk. Is dat nog, hebt u daar nog zelfkracht voor eigenlijk? Ja, je merkt wel, iedereen is coronamoe en iedereen wil er eigenlijk vanaf en wil weer terug naar normaal. Dat geldt ook voor mij. Dus ik wil eigenlijk ook het liefst weer terug naar de normale situatie die we hadden. We moeten nu toch weer even wat doen. Dat realiseert iedereen zich wel. Maar tegelijkertijd, 85% van de mensen is gevaccineerd. En moet je nou 85% die een zeer groot, natuurlijk het overgrote deel van de samenleving vormen, nu met heel veel belemmeringen opzadelen in deze situatie, dat is ook wel een gewetensvraag. Mm-hmm. En ik denk eerlijk gezegd dat we het zodanig moeten doen dat iedereen er zo makkelijk mogelijk mee om kan gaan. En ik vind die QR-code, het corona-toegangsbewijs, eigenlijk wel een relatief makkelijke methode. Ik heb hem de afgelopen weken heel veel gebruikt. Ik ben ook nog een paar dagen in Duitsland geweest. Daar wordt hij ook overal gevraagd. Misschien nog wel vaker dan hier. Mm-hmm. En ja, eigenlijk is dat relatief makkelijk. Je pakt je telefoon, je opent hem, hij wordt gescand. En ze checken nog eventjes in de achterliggende gegevens hoe het hoe je het weg bent. Ja, ja. En dan ben je er eigenlijk. Ja. En dus is dat ook geschikt, ondanks dat blijkt dat het niet overal gecontroleerd wordt in Leiden, zag ik dan in het Leids Dagblad, is het nog relatief goed gesteld met de controle. In ieder geval, dit is de steekproef die het Leids Dagblad heeft gedaan. Maar in de omliggende gemeente, in de regio, is ook zeker dat het niet altijd gecontroleerd wordt op de uitgaansavond. Is dat voor u toch voldoende reden om te zeggen, nou, het werkt goed genoeg? Ik denk dat het belangrijk is om de naleving ervan wel regelmatig te controleren, maar een 100% garantie krijg je toch nooit. En dat het overal 100% gebeurt ook niet. Ik denk dat de relatie die we hebben met de horeca, het feit dat wij toch ook nog regelmatig controleren, er ook aan bijdraagt dat wij zo'n hoge score halen. En ik denk dat, dat op zich goed is dat we dat met elkaar doen, want je moet het wel... je moet er ook wel voor zorgen dat het ook echt gebeurt. Ja. Corona of niet, deze maand komt Sinterklaas naar Nederland. Ja. In maart heeft de gemeenteraad zich uitgesproken over Zwarte Piet. En daarbij eigenlijk gezegd, Zwarte Piet hoort niet in het Leidse straatbeeld thuis. U heeft dan ook gezegd, ja, wij kunnen, als het over de intocht gaat of over ons eigen beleid, kunnen we daar iets mee doen. Maar de oproep van de raad was breder. Wij willen het gewoon niet meer zien in Leiden. Wat betekent dat nu concreet voor de komende maand? Ja, eigenlijk zit daar nu ook juist het dilemma. Zwarte Piet mag je niet leuk vinden. Je mag zeggen, ik wil eigenlijk van die figuur af. Want die doet ons te veel aan het slavernijverleden denken. Daar willen wij eigenlijk niet mee geconfronteerd worden. Maar Zwarte Piet is niet verboden. Het staat nergens dat het niet mag. En wij hebben ook niet de mogelijkheid om het te verbieden. Dus het enige wat we kunnen doen is daar waar we direct zelf invloed op uitoefenen, om te zeggen, daar gebeurt het niet. Dat is één. En het tweede wat we kunnen doen is zeggen, wij willen Zwarte Piet liever niet meer in het Leidse straatbeeld zien. En dat ook uitstralen. Ja. Dat is al heel vaak gezegd. Dat is al heel vaak gezegd. Maar dat zullen we ook wel blijven doen. Ja. Dat is ook belangrijk. Omdat we zien ook wel dat de maatschappij stapje voor stapje die kant op beweegt. Dat is vaker zo bij dit type vraagstukken. Dat het in het begin een kleine groep is die ergens toe oproept. Dat soms ook wel irritatie teweeg brengt. Hebben we zeker gemerkt. Ja. En dat het dan een tijdje duurt voordat dat mainstream wordt. Ik merk dat de meeste mensen nu zeggen van jongens, laten we er vanaf zijn. Het is nu klaar, we doen het niet meer, geen Zwarte Piet meer. Dat is ook niet de kern van het feest. De kern van het feest gaat om Sinterklaas en het feest voor de kinderen. Laten we dat nou centraal stellen. En dat is prima. En dat er mensen zijn die Sinterklaas helpen, dat is heel mooi. Mm. En ik vond het ook wel aardig dat we nu in Leiden al een tijdje gewoon met alleen roetveegpieten werken. Ja. En dat werkt eigenlijk prima. Maar dat is bij de intocht bedoelt u, want vorig jaar kwam er ook een vergunning, daar was toen nog best wel wat over te doen voor een feest met Zwarte Pieten. Er wordt een vergunning aangevraagd, een evenementenvergunning. Toen zei u ook, ja, ik kan dat niet verbieden als mensen dat zelf willen. Ja, het is ook niet overal is er een vergunning voor nodig. Als je een feest binnenskamers doet, in panden, en daar ging het daarom, dan is er geen vergunning voor nodig. Ja, dat is het punt. Zwarte Piet is niet verboden in Nederland. Dus als mensen het echt willen, ja, dan kan het wel. Ook al zou ik het betreuren, want het is veel beter om met elkaar gewoon te zeggen, laten we dat hoofdstuk nou achter ons laten. Dit is klaar, we doen dit niet meer, hoeft niet meer. U zegt dat ook tegen een groep mensen die volharden in het feit dat ons kinderfeest geweld aan wordt gedaan door het afschaffen van Zwarte Piet. En u heeft vorig jaar daar ook in diezelfde discussie in maart gezegd, ja, we moeten het contact met die groep die wel die voorstander is van Zwarte Piet niet verliezen. Wat doet u daar op dit moment aan? Nou, belangrijk is om dat te beseffen. Maar tegelijkertijd moet je ook wel zeggen, wat is verstandig als koers? Dus die koers kun je ook rustig neerzetten. Je moet absoluut rekening houden met het feit dat er ook mensen zijn die daar anders over denken. Maar tegelijkertijd, en dat zien we vaker met grote maatschappelijke vraagstukken, daar zit altijd beweging in. Mm. Ik denk dat toen deze discussie begon, dat de overgrote deel van de mensen dat onzin vond. Maar de discussie is voortgegaan en ik denk dat nu het overgrote deel van de mensen ervan overtuigd is, dit moesten we maar niet meer doen. Laten we ermee stoppen. En er zijn twee hoofdredenen, denk ik. Mensen die het om inhoudelijke redenen heel erg eens zijn met de oproep om te stoppen met Zwarte Piet. Vanwege het slavernijverleden, als je daarin duikt, dan zie je ook hoe erg dat was. Het is prima om dat op het netvlies te hebben, om daar vanaf te stappen. Maar er zijn ook mensen die zeggen van jongens, ik word ziek van de discussie op zich. Dus laten we dit nou maar doen, dan zijn we er vanaf. Daar is ook een grote groep die daar zo over denkt. Hoe dan ook, mainstream is nu, we stoppen ermee. En dat is denk ik ook goed om dat te onderstrepen. Het is voor de stad goed, het is voor de samenleving beter. En het is ook goed om rekening te houden met het feit dat Zwarte Piet een aantal mensen ook gewoon pijn doet. Ja. Dat heeft ze de afgelopen jaren ook gedaan. En dat gevoel, dat moet je zeker voorop stellen in deze discussie. Mm-hmm. Ja, voor 2 weken ontvangt u de Sint in Leiden. Die komt met de boot naar de Beestenmarkt. Maar daarna, het is ook vanwege corona iets anders ingericht volgens mij dan naar de Garenmarkt om daar nog een, of het Garenmarktplein om daar nog een feest te houden. Hoe bereidt u dat nu voor? Als ik u dat 5 jaar geleden had gevraagd, had u misschien ook over de handhaving gesproken. Hoe staat dat nu? Is er veel handhaving nodig of is het gewoon weer het kinderfeest zoals we dat misschien 10 jaar geleden kenden? Nou, ik denk dat het vraagstuk van de Zwarte Piet nu niet centraal zal staan, maar de vraag of we het voldoende coronaproof kunnen organiseren. Kijk, als de mensen thuis zich nog realiseren hoe het normaal altijd ging, dan kwam de Sint op de Beestenmarkt aan, de nieuwe Beestenmarkt aan. En op de Beestenmarkt waren daar ontzettend veel mensen. Dan aan de overkant van het water, daar stonden ook heel veel mensen. Echt, dus iedereen stond dat. Het was echt enorm vol. En dan was er een pad vrijgehouden waar de Sint dan naar een soort podium kon. En onderweg gaven alle kinderen een handje en die kregen dan een handvol met pepernoten. En zo ging dat. Veel direct contact en mensen die eigenlijk helemaal op elkaar gepakt stonden. Ja, dat kan nu niet. En omdat, ja, dan zou je dat hele gebied in de hekken moeten zetten. Dat is A, heel erg duur. Maar bovendien, het is heel moeilijk af te schermen, ook al omdat je aan de overkant van het water ook al heel veel mensen... Een heel centraal punt in de stad natuurlijk. Juist, en dan moet je nog eens een keer al die mensen controleren bij het naar binnen gaan. Dat was op dat plein gewoon moeilijk te organiseren. Vandaar dat het organisatiecomité heeft gezegd, dan gaan we dit jaar anders doen. Als Sint aankomt, gaat hij heel snel op het paard. En dan gaat hij onderweg. En op de Garenmarkt, waar dat makkelijker te organiseren is, daar organiseren we dan... een feest. Dus ik krijg een rijtour over het Rapenburg. Zo ongeveer. Ja, ook misschien wel een prachtig beeld in de stad. Ik denk dat het op zich ook wel weer heel leuk is. We zijn allemaal hartstikke blij dat de Sint, ondanks alle discussies en alle moeilijkheden, toch weer in Leiden voet aan wal zit. Ja, en op de Garenmarkt, of het Garenmarktplein, is daar dan met QR-code de toegang? Ja, in principe wel. Ja, en kinderen onder de 12 waarschijnlijk dan niet. Ja, precies. Maar u hoeft niet vol op de handhaving in te zetten. 2, 3 jaar geleden was het nog wel eens de oproep ook aan de agenten van zorg dat het een kinderfeest wordt. Die zal vast nu ook gegeven worden, maar u maakt zich geen zorgen over eventuele demonstraties? Of, ja, je kunt niks uitsluiten. Ja. Dus je moet wel overal op voorbereid zijn. Maar ik geloof dat de spanning van de discussie er wel een beetje af is. Ja. In september werd in Amsterdam een Holocaustmonument geopend met alle namen van de slachtoffers, Joods, maar ook Sinti, Roma, daarop, die naar kampen zijn afgevoerd in de Tweede Wereldoorlog. U heeft recent besloten als gemeente, dat begreep ik in de commissie afgelopen week, om de Leidse namen te adopteren. Wat betekent dat concreet? Eigenlijk dragen wij bij aan de instandhouding van het monument en dat is denk ik wel mooi. Naar rato van het aantal namen dat je hebt, als veel gemeenten dat doen, dan draag je het ook gezamenlijk, zo'n monument. En dat is denk ik wel goed. Want we hebben natuurlijk een lokaal monument ter herdenking van de moord op een groot aantal Joden. Dat zijn die stenen koffers, onder meer bij het oude politiebureau, bij het oude Joodse weeshuis, bij woonhuizen en dergelijke. Mm-hmm. Dat is eigenlijk ook een heel mooi monument. Maar dit is een soort nationaal gebaar waar ook Leidse namen bij staan. Ja, dan kun je als gemeente daarin ook niet ontbreken. Ja, om hoeveel Leidse namen gaat het ongeveer? Ik dacht zo rond de 260. Ja. En daar draagt u bij met een bijdrage van €50 volgens mij per naam. U zegt het, hè, we hebben ook een Leidse eigen initiatief. Waarom is het dan belangrijk om ook dat nationale initiatief te ondersteunen? Nou, omdat het wel mooi is van dit monument, met al die namen die daarin staan, dat het iets collectiefs heeft. Want dit is van ons hele land. En we zijn per slotverrekening toch onderdeel van Nederland. Hier in Leiden is het goed, omdat het monument, behalve dat het iets collectiefs zegt, maar je kunt het monument niet in één keer zien. Nee. Dus het monument staat bijvoorbeeld voor het oude politiebureau. Dat ook herkenbaar is als politiebureau, omdat dat er nog gewoon oude, op staat. Letters, ja. Juist, dat is op zich wel mooi. Maar daar werden, van daaruit werden de razzia's georganiseerd. Dus dat vertelt iets meer van het verhaal wat er hier in Leiden is gebeurd. Het Joodse weeshuis, waar ook zo'n koffer voor staat, wat dan tegelijkertijd het verhaal vertelt van de Joodse kinderen en de directeur die zijn weggevoerd. Waar zo'n mooie documentaire van gemaakt is van Lotte Adler, waar ook een boekje over verschenen is. En die, deze monumenten lokaal vertellen het lokale verhaal. En dit is meer een onderdeel van het nationale gebaar wat je maakt met elkaar. En dat is eigenlijk wel mooi om daaraan mee te doen. Ja. Net voordat ik hier naar binnen liep met u het gesprek in, toen werd ik nog door iemand aangesloten op de redactie en die zei, het knalde dit weekend in de Merenwijk. Er werd vuurwerk afgestoken en dacht, oh, begin november, hebt u daar al iets van gehoord? Want ik vond het vroeg eigenlijk dat er zo veel knallen zijn. Ah, ik heb het afgelopen jaar vaker gehoord dan alleen afgelopen weekend. Dat is zo, we zien dat er vaker gedurende het jaar vuurwerk wordt afgestoken. We merken ook dat mensen kanalen hebben gevonden hoe ze aan vuurwerk komen buiten de reguliere vuurwerkhandel. Dat is best iets om je zorgen over te maken. En daar moeten we ons denk ik op instellen dat het in de komende jaren wel vaker zal gebeuren. Ja. U komt binnenkort, u zei afgelopen week, komt mogelijk met een uitbreiding van met de vuurwerkvrije zones. U heeft gezegd Leiden wordt vuurwerkvrij. Draagt dat niet bij aan een soort illegalisering van het vuurwerk? Dat we nu door het jaar heen steeds meer illegaal vuurwerk ook zullen zien via andere kanalen dan via die reguliere fietsenwinkels en andere verkooppunten? Ja, vuurwerk is illegaal buiten de dag dat je het af mag steken. Dus dat mag niet. Dat mocht niet en dat mag nu nog niet. Er zit geen verschil in. Ik geloof niet dat dat een heel groot effect heeft. Vuurwerk heeft gewoon een hele grote aantrekkingskracht op mensen. Dat weten we, maar tegelijkertijd weten we dat het gepaard gaat vaak met, zeker als er sprake is van veel alcohol, met openbare orde verstoringen. Er komen veel ongelukken uit voort, ieder jaar weer. En daar willen we eigenlijk vanaf, nog los van het feit dat de hoeveelheid zware metalen en andere giftige stoffen die de lucht ingeschoten worden, ja, daar zouden wij normaal gedurende het jaar behoorlijk actief op zijn. Al die dingen samen. Voldoende reden om er vanaf te geraken, maar je moet het wel stapje voor stapje doen. Ja. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de Zwarte Piet discussie. Hij wordt aangezwengeld, je moet die kant op. Het kan niet in één keer, maar het is onvermijdelijk dat het die kant op gaat. Maar betekent dat nu ook nog extra handhaving? Of is dat gewoon niet meer mogelijk? Om nu nog al die... Ja, je hebt eerder ook wel gezegd, ja, het is bijna niet te handhaven, want zo'n knal gaat de lucht in en vervolgens kom je veel te laat. Ja. Maar wat... nou ja, je hoorde dat vorig jaar ook in dit jaar op het Kooiplein, gewoon in een winkelgebied waar dan bommen worden afgestoken. Ja, dat vraagt wel om handhaving, toch? Of? Ja, zeker. Maar daar zijn we ook wel heel druk mee bezig. De politie heeft een speciaal vuurwerkteam die zich ook in de periode voor oud en nieuw richt op het opsporen van hoeveelheden. En daar zijn ze behoorlijk succesvol in, kan ik wel zeggen. Die weten ook hoe de kanalen lopen waar langs je vuurwerk kunt verwerven. Dus daar slagen we in om dat te doen. En we zijn ook niet mals als we erachter komen dat mensen voorraden vuurwerk in huis hebben. Dat kan hele ernstige gevolgen hebben. Ja. Met op het laatst zelfs, als je na een waarschuwing dat dan niet doet, dat je je huis verliest. Ja. Dus dat kan echt hele ernstige gevolgen hebben. Daar zijn we streng op. Dit soort maatregelen hebben we nog niet hoeven te treffen, maar het zou wel kunnen als mensen zich daar niet aan houden. Zijn ze al begonnen, het vuurwerkteam? Of gaat dat nu komen? Ja, zeker. Ja, ja. Zijn we al begonnen. Nou, volgende maand dan spreek ik u weer en dan gaat het vast ook inderdaad over vuurwerk. U gaat de aankomende maand daar ook nog maatregelen en specifieke details over bekendmaken hoe dat er deze oud en nieuw uit gaat zien. En natuurlijk hebben we dan ook nog het coronavirus. Nou, voldoende vast te bespreken. Dank u wel voor deze maand. En dit gesprek wordt herhaald op Sleutelstad TV. Natuurlijk ook terug te kijken via sleutelstad.nl.